Dan zou ik nu over willen gaan naar het oorspronkelijke onderdeel 5, de expertmeeting naar aanleiding van de motie van de leden van Danzig en Groot-Wassink in zaken het betrekken van de Amsterdammers bij de keuze voor een nieuwe burgemeester. En hierbij zullen we met één betrekken het ingekomen stuk 27 en 28. Dat zijn een tweetal brieven. En deze expertmeeting is dus inderdaad het gevolg van het feit dat de raad in oude samenstelling een motie, zoals ik al zei, heeft aangenomen van de leden van Danzig en Groot-Wassink om het college te verzoeken een expertmeeting voor te bereiden waarbij in ieder geval de initiatiefnemers van het initiatiefvoorstel, wij willen onze burgemeester kiezen, en juridische experts worden uitgenodigd om een betekenisvolle invulling te geven aan de wens van Amsterdammers zoveel mogelijk te betrekken, om de Amsterdammers zoveel mogelijk te betrekken bij het kiezen van een nieuwe burgemeester. U kent de voorgeschiedenis naar alle waarschijnlijkheid allen wel. En zo zitten wij hier nu met de heer Dubbelboer, die zoals u weet een van de initiatiefnemers is. Professor Peters namens de initiatief- en referendumcommissie van deze stad. Professor Munneke van de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Nemelman van de Universiteit Utrecht. En professor Schilder van de Vrije Universiteit hier in de stad. Ik wil u er wel op wijzen dat de heer Dubbelboer ook nog een brief samen met uiteraard zijn andere initiatiefnemers heeft geschreven naar uw raad. Als reactie weer op een brief van het college aan uw raad. Dan denk ik dat de beste weg nu is om het woord te geven aan successievelijk de leden van de expertcommissie. En dan geef ik als eerste woord aan de heer Dubbelboer. Voorzitter. Hallo. Ja. Ja. Sorry. Gaat uw gang, mevrouw Ten Brugge-Kaart. Ja, van de orde, kunt u misschien aangeven hoe we dit nu gaan doen? Want het is op zich een wat bijzondere stijl om het op deze manier te doen. Het lijkt me heel goed om naar de experts te luisteren, maar stellen wij daarna vragen of tussendoor? Of wat is de bedoeling? De beste weg lijkt me om nu. Kijk, dit is nieuw, hè? Dit is een volstrekt, hoort ook bij Amsterdam, gewoon dingen doen die een ander nog nooit gedaan heeft. Dit is in Den Haag. Dus dat is, nou daar wil ik nog wel een debat over. Okay. Maar ik denk dat het beste is om gewoon even als eerste, misschien met een paar korte inleidingen, naar de experts te luisteren. En daarna u als raad gelegenheid geven om aan hen weer vragen te stellen. Tenzij het weer helemaal anders wil. Dat kan ook. Dus alles is vormvrij vanavond. Althans voor wat betreft dit gedeelte. Dank u wel. Ik weet dat we van nieuwe dingen houden, maar ik ken onszelf als raad ook. Dus vandaar is het handig om het van tevoren een beetje in te kaderen. U heeft een hele nieuwe raad hier. Ik moet ze allemaal settelen. Ja. Dan is het woord aan de heer Dubbel. Ja, allereerst enorm bedankt voor de uitnodiging voor deze expertmeeting. En ook dat u als raad gekozen heeft voor een expertmeeting. Ik realiseer me heel goed dat ik hier als eenvoudige politicoloog en actievoerder, CQ-initiatiefnemer, namens een aantal collega-initiatiefnemers zit. Met naast mij vier hooggeleerde heren. Ik ben zelf heel erg benieuwd hoe zij gaan reageren op het initiatief en wat in feite de kern is van ons initiatief. Ik ga het heel kort houden, want jullie hebben allemaal het initiatief gezien en het is in de kern ook redelijk eenvoudig, met een aantal complicaties. En die snappen we zelf natuurlijk ook. En ik denk dat het goed is om vanavond daar ook met name op in te zoomen. Maar even het algemene beeld. Er is de laatste jaren sprake van enorm veel processen van wat wel heet co-creatie. Amsterdam heeft in de jaren 90 en in de jaren begin jaren 2000 voor opgelopen met wat toen heette interactieve beleidsvorming. Het vroegtijdig betrekken van de inwoners bij het maken en bepalen van beleid. Dat heeft een enorme vlucht genomen
En in de laatste jaren zie je dat, zeg maar, met de opkomst van enorm veel maatschappelijke initiatieven er gesproken wordt over hoe kunnen die maatschappelijke initiatieven meer eigenaarschap, meer zeggenschap krijgen over de publieke taken die we met z'n allen in de stad als uitdagingen of kansen zien. Dat is in heel Nederland zo en dat is in Amsterdam ook opgepikt. En zelfs de laatste 4 jaar, ik heb genoeg kritiek gehad op het college, maar ook de laatste 4 jaar heeft de gemeente Amsterdam geprobeerd om initiatiefnemers in deze stad serieus te nemen. Dat kan allemaal nog veel meer. Maar bij al die dingen zie je dat er enorm creatief gezocht is naar hoe dat vormgegeven kan worden. En op het moment dat er werd geroepen om een verordening of om te zeggen van we moeten het zo doen, we moeten het vastleggen, werd heel vaak gezegd van dat hoeft niet. We kunnen in goede verstandhouding en onderling gewoon al gaandeweg, organisch bij wijze van spreken, processen vormgeven waarin we betekenisvolle zeggenschap kunnen geven aan de Amsterdammers. En nu is er opeens het verzoek van ons initiatiefclub, ondersteund door meer dan 1600 Amsterdammers, in de vorm gegoten van een volksinitiatief, om het op de agenda van de raad te krijgen in ieder geval. En dat verzoek is eigenlijk heel simpel. Hoe kunnen we invloed organiseren, zoveel mogelijk invloed organiseren, binnen de gegeven kaders op de keuze die uw raad en die wij straks als Amsterdam hebben voor de nieuwe burgemeester. En die simpele vraag, die wordt opeens geconfronteerd met een heleboel juridische onmogelijkheden. En wij vinden dat raar. Wij vinden dat ook raar omdat, zeg maar, daar waar de redenering achter die zeg maar het moeilijker maken van het invloed organiseren op die keuze van de burgemeester, dat die reden ligt eigenlijk in het beschermen van de persoonlijke, van de individuele, eventueel te benoemen persoon. Er zit een enorme geheimhouding omheen, u weet het allemaal. Nou, wat wij nu zeggen is dat we dat kunnen omzeilen, om het maar even zo te noemen, of openbreken, door 2 dingen te doen. En daar is uw raad bij nodig. 1 is, neem in de profielschets op dat u hoopt dat er zich kandidaten melden en dat u ook een grote voorkeur zullen krijgen wanneer zij zichzelf publiekelijk bekendmaken dat ze gesolliciteerd hebben op de openbare sollicitatie die straks zal verschijnen. En het tweede wat u moet doen is zorgen dat die kandidaten die zichzelf publiekelijk bekend hebben gemaakt in een procedure terecht kunnen komen waarin de stad zelf met deze mensen kennis kan maken. En uiteindelijk moet u ervoor zorgen dat er aan de kiesgerechtigde Amsterdammers een brief wordt gestuurd, het liefst met een unieke code, waarin mensen mee kunnen inloggen, maar ook die brief terug kunnen sturen, waarin ze een voorkeursvolgorde aangeven van dit zijn, als dit de kandidaten zijn, dan is dit mijn volgorde van voorkeur. Nou, dat is het plan. Nogmaals, we zien de juridische haken en ogen en die zullen we nog zeker horen. Maar we zijn er ook van overtuigd dat de vertrouwelijkheid van de procedure zich niet kan zich niet kan richten op het gegeven dat mensen zichzelf publiekelijk bekend kunnen maken, dat jullie als raad aan zet zijn om de profielschets op te stellen en vervolgens ook de keuzes daarin kunnen maken in de gesprekken met de kandidaten. Ik denk dat ik het hier even wil bij laten en dan openstaan voor vragen natuurlijk. Dank u zeer. Dan is het woord aan professor Peters. Dank u wel, voorzitter. Ik kan kort zijn, omdat de heer Dubbelboer die vroeg wel dat hij benieuwd was naar onze standpunten, maar mijn standpunt is bekend omdat ik de referendumcommissie vertegenwoordig en die heeft de advies aan u ook uitgebracht. Dat heeft u kunnen lezen, dus wat dat betreft geen verrassing. Ik vind het voorstel van de heer Dubbelboer en de zijne heel creatief. Je zou kunnen zeggen het hoort bij Amsterdam, wat creativiteit betreft. Maar het is volgens mij in strijd met de wet. De wet heeft tot 2008 maakte het mogelijk voor de gemeenteraad om een burgemeesterswedstrijd uit te schrijven, om het zo maar eens te zeggen. Na 2008 is die mogelijkheid is de gemeenteraad ontnomen. Hè? De wet gaat uit, helaas misschien, van vertrouwelijkheid.
van vertrouwelijkheid van de procedure. Er zijn zelfs mensen die vervolgd worden omdat ze zich niet aan die vertrouwelijkheid van die commissie houden. Vertrouwenscommissies zijn etterlijke mensen zelfs voor vervolgd. En die regeling is uitputtend eigenlijk bedoeld. Nu zegt de initiatiefnemers dat de commissie, de referendumcommissie, een beetje dwaalt, omdat de raad dus een profiel kan opstellen en daar kan ze ook inspraak van de bevolking in geven. Dat is juist. En in die profielschets kunt u heel veel opnemen. He, over de kandidaat of de man of een vrouw moet zijn, of die ervaring moet hebben in Den Haag of juist niet. Al dat soort dingen, of naar een speciale kandidaat kunt u toeschrijven. Dat kunt u allemaal doen. Maar zodra het gaat over personen, dan houdt het op. Dat kunt u niet eisen. Namelijk dat kandidaten zich bekendmaken via de profielschets. Want wat zou er gebeuren? Dan heb je kandidaten die zich bekendmaken. En daar zou dan een soort referendum of raadpleging over plaatsvinden. En er zouden kandidaten zijn die wij niet kennen, die gewoon de vertrouwelijke procedure via de commissaris van de koningin volgen. Dat zou toch ook een hele merkwaardige situatie zijn. Dus volgens mij kan de raad met de profielschets veel, maar het kan niet een wedstrijd tussen kandidaten uitschrijven met openbare namen. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Nijmegen. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop niet dat het een avond wordt qua herhaling, maar ik ben het erg eens met mijn voorganger, de heer Peters. Het is een creatief voorstel. Er zit ook wel iets interessants in waar ik iets langer over moet nadenken. Dat zal ik zo uiteenzetten. Het is een hoogst sensitief onderwerp wat vanavond besproken wordt hier. En met eigenlijk een van de eerste althans die het weer op deze manier te bedden brengt, althans de initiatiefnemers. Het leeft ook denk ik erg onder de bevolking, maar het punt is net al gemaakt. En vanmiddag met de credits naar collega Schilder toe, wees het er nog eens uitdrukkelijk op dat de bijlage bij de wet van 2008, daar staat heel uitdrukkelijk van de wetgever, het is een uitputtende regeling in de gemeentewet. En daarmee is eigenlijk de kous af voor het decentraal bestuur. Die kunnen daar weinig speelruimte in vinden, behalve dan, ik heb vanmiddag ook nog even voor u opgezocht, een handreiking burgemeesters bij benoemingen, et cetera. En daar zie je inderdaad een grote rol, althans een mogelijk grote rol voor burgers voor wat betreft het opstellen van de profielschets. Daar zit ruimte in om burgers erbij te betrekken. De enige waar ik een beetje over twijfel, maar misschien dat mijn collega, maar ik wil hem niet uitdagen, maar we hadden het even in een voorgesprek over, is wel iets interessants. Zijn die kandidaten die op dat moment meedoen, zijn die nou, die zijn eigenlijk onderdeel van de procedure, maar zijn niet een institutioneel orgaan als u bent, als raad. En dat is wel, daar zit net even in feite vrijheid van meningsuiting van de kandidaat die zegt van ik doe mee. Dat is wel even een puntje. Maar strikt genomen, nogmaals, en dan met alle dank aan collega Munneke, eer wie eer toekomt, die zei van strikt genomen is dat eigenlijk al verboden. Dus dat de kandidaten op dat moment die meedoen, zijn gehouden aan de wetsprocedure zoals in de gemeentewet geregeld, artikel 61 en verder. En dus ook onder die geheimhouding zijn ze gehouden. Dus kort en goed, waar zit de ruimte waar we vanavond over kunnen hebben? Nou, ik kan daar een afschrift aan u geven. En dat zijn inderdaad, maar dat ligt voor de hand. Vooral het opstellen van die profielschets, wat ook wel gebeurt in het land, via enquêtes, et cetera. En die kun je zo concreet toeschrijven naar de kandidaat die u wenselijk acht. Maar veel meer ruimte dan dat is er tot het moment dat de wetgever in Den Haag gaat spreken over een mogelijke gekozen burgemeester. Maar zover zijn we nog lang niet. Ja, is die ruimte op slot voor wat betreft de gemeentewet. Dat is mijn inbreng. Dank u wel. Dank u zeer. Dan is het woord aan de heer Munneke. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de uitnodiging. Ik vrees dat het inderdaad een eentonige avond gaat worden. Dus ik kan het kort houden. U hebt zelfs al gehoord wat ik vind. Ik denk dat de referendumcommissie dat goed heeft gezien. Dat collega Nijmegen dat zojuist keurig heeft herhaald. Ik zal proberen dan misschien iets specifieker op dat punt van de geheimhouding in te gaan. We moeten uiteindelijk denk ik toch van het algemene verhaal wat meer de details door. Waarom? Er zijn eigenlijk twee argumenten waarom je zou kunnen zeggen dat de voorgestane procedure in strijd is met de gemeentewet. Eén betreft de geheimhouding. De regels specifiek over geheimhouding. De ander betreft de vraag of je überhaupt iets mag regelen als gemeenteraad van Amsterdam over de burgemeestersbenoemingsprocedure, aangezien die ook al in de wet geregeld is. Dat zijn twee verschillende dingen. Op beide punten is het voorstel in strijd met de gemeentewet, ben ik bang.
Om met dat laatste te beginnen, mag je eigenlijk überhaupt iets regelen over de burgemeestersprocedure? Nou, daarvan heeft de wetgever bij de intrekking van het burgemeestersreferendum in 2008 in de toelichting op de Kamerstukken expliciet uitgesproken. Dit is een uitputtende procedure. We willen dat in heel Nederland de procedure hetzelfde is. Het is ook een kroonbenoeming nog steeds formeel. Dus de regering beslist in heel Nederland. En dat is de achterliggende gedachte waarom ook in die stukken gezegd wordt. Dus moet ook in heel Nederland die procedure hetzelfde zijn. We kunnen mee eens zijn, kunnen mee oneens zijn. Maar de wet is ook in Amsterdam de wet. En dat betekent dat zo... Ja, geen vrienden gemaakt nu. En dat betekent dat ook in Amsterdam zal gelden dat we dat standpunt in acht moeten nemen. Dat is het punt van de burgemeestersbenoeming als zodanig. Dan specifiek het punt van de geheimhouding. Nou, je kan twijfelen over de vraag of een kandidaat zijn eigen naam mag publiceren als hij gesolliciteerd heeft. Strikt genomen, als je echt heel black letter lawyer bent, dan geldt de geheimhoudingsplicht voor een ieder die van het geheim kennis draagt. Dat zou dan iedereen zijn. Maar ook als we daar even niet moeilijk over doen, zijn er twee bezwaren waarom die geheimhouding toch een probleem is. In de eerste plaats omdat je denk ik als gemeenteraad niet een systeem mag ontwikkelen dat kandidaat als het ware voortrekt die wel kiezen voor openbaarheid en kandidaten die de geheimhouding in acht willen nemen om hen moverende redenen achterstelt. Dat is denk ik in strijd met dat stelsel dat zegt nee, de procedure als zodanig kent vertrouwelijkheid voor de sollicitanten. Op het moment dat je daar in je profiel schept of in je systeem doorheen gaat fietsen, ondermijn je in feite dat uitgangspunt. Dat is het eerste bezwaar. En het tweede bezwaar dat ik zie is dat een gemeenteraad ook nooit zou mogen bevestigen of die kandidaat inderdaad gesolliciteerd heeft. Want dan zou nog steeds een gemeentelijk orgaan de geheimhouding schenden. En dat is een tweede probleem rond de geheimhouding. Dus nou, dat zijn de twee specifieke punten op het terrein van de geheimhouding. En ik denk dat ik het dan daarbij laat. Dank u wel. Dan is het woord aan Ischel. Bij de gemeentewet, ik heb nog even die stukken even opgevraagd. En het is nog ook wat dreigende taal die we tegenkomen van de regering. Want de regering zegt letterlijk dat het niet de bedoeling is. Er staat letterlijk, het is allereerst aan de commissaris van de koningin om toe te zien dat de gemeenteraad niet alsnog voor een referendumachtige constructie kiest. En dan verderop staat er, indien de gemeenteraad blijft bij zijn wens om een procedure te volgen die in strijd is met de wet, dan zal de openstelling van de vacature moeten worden uitgesteld. In het uiterste geval zou de minister van BZK zich gedwongen kunnen zien om in te grijpen en de procedure door de commissaris van de koningin te laten voeren. Wij hechten er overigens aan om erop te wijzen dat we geen enkele reden zien om met een dergelijk scenario rekening te houden. Nou, dit bevestigt toch een beetje het beeld van de voorgangers. Dat, kijk, het komt wel eens vaker voor dat een bepaalde wet, een bepaalde regeling wordt ingetrokken. En dan is het vaak zo dat de gemeenteraad dan de vrijheid heeft om een bepaald gat als het ware op te vullen. Vanuit de autonome bevoegdheid van de gemeenteraad. Hier is kennelijk heel uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever geweest. Er was een mogelijkheid van een referendum. Die wordt afgeschaft. En het is ook absoluut niet de bedoeling dat die linksom of rechtsom op de een of andere manier wordt ingevoerd. Nou, dit zijn kennelijk de dreigmiddelen. Ik sluit eerlijk gezegd ook niet uit dat de regering gebruik zou willen maken van het zogenaamde spontaan vernietigingsrecht. Dat als de gemeenteraad dus een besluit neemt wat als het ware ingaat tegen deze uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever in, dat de regering zich dan min of meer verplicht zal voelen om een dergelijk besluit te vernietigen, mee gestrijd met het recht of het algemene belang. Nou, nu vind ik het op zichzelf niet te prettig om dit soort opmerkingen te maken, want ja, wij zijn natuurlijk juist gevraagd om creatief mee te denken. Dus ik moet onmiddellijk denken aan de woorden van de burgemeester van Weert. Die zei, juristen die branden vooraan in de hel. En juristen altijd dus maar bezwaren naar voren brengen. Dus vandaar dat we ook echt gedacht hebben, hoe kunnen wij nou niet steeds maar weer nee zeggen, het kan allemaal niet. Hè? Welke ruimte is er desondanks toch? Ja, wij gingen volstrekt met z'n drieën onbevangen. Wij ontmoeten elkaar voor het eerst, we hadden niet over de kwestie gesproken. Maar we zeiden van ja, die ruimte, als we kijken naar het voorstel van het initiatief, welke ruimte zou er dan overblijven? Ja, je komt eigenlijk niet veel verder
wat de heer Peters ook al gezegd heeft, de profielschets. Nou, daar kun je natuurlijk rustig de bevolking over vragen wat vindt men daarvan. Maar op het moment dat het gaat over personen van kandidaten, ja, dan houdt het echt op. En dat is uitgerekend datgene wat kennelijk juist gewenst wordt. Dus wij zien eigenlijk, hoe creatief we ook bezig zijn, wij zien die mogelijkheid gewoon niet, hoe dolgraag we dat eventueel zouden willen. Dus nou goed, daar laat ik het even bij. Dank u zeer. Ik vind het fair dat de heer Dubbelboer even op u mag reageren. Tuurlijk. Ik neem aan dat u daarmee kunt instemmen. Zo'n gevoel afgezaagd te worden bij je voeten of zo. Nee, maar ik denk toch op een aantal punten. Maar dat heeft te maken, dan en dan roep ik echt op aan de Raad om het lef te tonen. Toch die ruimte op te zoeken. Voor zover ik weet, en de jurist die ons bijstaat, of de juristen die ons bij hebben gestaan in het formuleren van het volksinitiatief en de manier waarop wij inderdaad die creatieve ruimte willen zoeken. Die hebben toch opgemerkt dat zeg maar, die zin, hè, die ik nu ook een paar keer hoor terugkomen, en die ook in de brief staat van de minister, wat overigens wel buitengewoon wrang moet zijn dat de minister, deze minister, ook op dat punt weer moet zeggen van af mag niet burgerinspraak op wie de eerste burger wordt. Naast alle andere dingen, maar goed, dat is mijn stokpaardje. Maar even, toch even voorlezen. Bij de afschaffing is gemotiveerd dat de procedure in de gemeentewet een uitputtende regeling is. En dat met het afschaffen van het raadplegend burgemeestersreferendum de wetgever heeft beoogd gemeenten geen autonome ruimte te laten om alsnog zelf hierin te voorzien. Wat ik nou even het woordje wil pakken, heeft beoogd te voorzien. Als het echt voorzien zou te zijn geweest, dan moet je dat in de wet opnemen. Dan moet je dat expliciet vermelden als je dat niet wilt. Dat is tenminste wat ik krijg van mijn juridische adviseurs. Die zeggen van, en dan raak je, op het moment dat je daarnaar kijkt, dan raak je ook aan het punt, als je kijkt naar de gemeentewet, ja, die vertrouwelijkheid die zit er omheen. Maar die zit heel erg om de raad. Dus ik ga mee, zeg maar, in het verhaal, volgens mij zei de heer Peters dat. Een van u, dat als je zegt van als je het publiek gaat maken, als je die namen zeg maar echt gaat publiceren als gemeente, dat je dan misschien die vertrouwelijkheid schendt die op de gemeente ligt. Ik bestrijd ten zeerste dat die vertrouwelijkheid en de geheimhouding zit bij de persoon zelf. Ik zou dat ook buitengewoon vreemd vinden. Maar goed, ik begrijp dat jullie dat ook juridisch nog wel een interessant puntje vinden. De oplossing daarvoor, als we toch echt creatief willen denken, is dat als kandidaten zich toch zelf bekendmaken en de raad roept daartoe op, hè, en zegt dan we hebben een voorkeur voor mensen die bereid zijn om de bevolking van Amsterdam mee te willen laten denken over wie de beste kandidaat zou zijn, of welke formulering je er ook voor kiest, maar in ieder geval iets aangeeft van we zouden het enorme prijs stellen als u bereid bent om u kenbaar te maken, dat dat niet in strijd is met de geheimhoudingsplicht, dat vervolgens als een persoon dat zelf doet, dat ook niet valt onder de geheimhoudingsplicht. En dat ik dan snap dat op het moment dat je een brief stuurt en zegt van dit zijn de 4 of 5 kandidaten die zichzelf bekend hebben gemaakt, dat je dat niet doet, maar dat je wel zegt van er zijn mensen die zichzelf bekend hebben gemaakt, die hebben we gepresenteerd of die hebben zich gepresenteerd in de publieke opinie. Je laat een paar regels leeg en je vraagt aan de mensen om daar die namen zelf in te vullen. Dat zou een soort creatieve invulling zijn van die ruimte. Maar even terug naar het juridische. Ik bedoel, realiseer me heel goed dat hier zwaar geschud zit. Zeer hooggeleerde heren, die ik ook zeer waardeer. Maar toch, het is waar dat juristen ten principale altijd kijken naar wat niet kan. En dat er creatieve geesten voor nodig zijn om toch te kijken waar wel de ruimte zit. En daar is soms lef voor nodig. En laat de minister dan maar ingrijpen in jullie procedure als zij inderdaad denkt dat het niet zou mogen. Ik wil nog één ding zeggen, want die zin had ik eigenlijk niet afgemaakt. Ik vind het raar dat in deze tijd, daar waar we mensen laten meedenken over tal van ontwikkelingen in onze samenleving, dat uit omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of hoe je het maar noemt, of van de kandidaat, want hij zou wel eens beschadigd of zij zou wel eens beschadigd kunnen raken, dat zwaarder weegt dan zeg maar de wens van zoveel, de democratische wens van zoveel, om zeggenschap te hebben, om mee te bepalen wie de eerste burger wordt van onze mooie stad. Dank u wel.
Veel dank. Dan is nu het woord aan u, de heer Grootwassink. Ja, dank voorzitter. Dank allereerst dat u hier bent. Dat waardeer ik zeer. En ook dank dat u geprobeerd heeft creatief mee te denken. Hoewel dat dan niet helemaal gelukt is. Ik heb ook wel gewoon een vraag aan de heer Dubbelboer. Want die geheimhouding, dat is volgens mij, nou, dat is wel vrij uitvoerig doorgeakkerd. Misschien dat u meneer Munneke straks nog even kan reageren. Omdat de heer Dubbelboer eigenlijk zegt dat die geheimhouding rond die personen niet zou gelden. Maar ik heb een vraag aan de heer Dubbelboer. Hoe kijkt u dan naar toch de omschrijving van dat afwijking van het proces, dat ook in strijd met de wet zou zijn. En waar die mogelijke sancties dan op zouden volgen. Want nog even, volgens mij moet je niet al te zeer iets uitdagen. Maar als het gewoon in strijd is met de wet om een ander proces in te richten. Ja, dan is lef misschien wel niet alleen genoeg. Even misschien collecteren wat er uit de raad komt voordat ik ieder afzonderlijk weer het woord geef. Nog een? Ja? Een tweede vraag aan de heer Dubbelboer. Want dat, ja. En u weet, ik sta sympathiek tegenover hetgeen u gedaan heeft. Maar ik blijf ook wel zitten met het. U zegt, de raad zou een voorkeur uit kunnen spreken. Maar de raad is toch niet uiteindelijk degene die de voordracht doet? Dat is natuurlijk de commissaris en de kroon. Dus hoe ziet u die twee in verhouding tot elkaar? Omdat dat lijkt mij een ingewikkelde. Wie? Mevrouw Moorman. Ja, dank voorzitter. En dank aan alle heren achter de tafel dat u hier vanavond aanwezig wil zijn. In eerste instantie dank aan de initiatiefnemers. Ik kan mij best voorstellen dat als u de vier hooggeleerde heren net heeft gehoord, dat u de moed in de schoenen zinkt. Maar tegelijkertijd heeft u toch ook wel wat losgemaakt en dat is zeer te waarderen. We hebben weer gewoon de discussie met elkaar over de gekozen burgemeester. En ik denk dat dat ontzettend goed is en dat het ook goed is dat het hier in deze raad wordt gevoerd. Dus veel dank aan u daarvoor, de heer Dubbelboer en zeker ook de heer Van Brugge, die daar natuurlijk ook en meerdere initiatiefnemers die daarachter zitten. Zeer veel dank ook aan de vier hooggeleerde heren. Ik heb altijd geleerd, vier juristen, minstens vijf meningen. En ik heb het nog nooit meegemaakt eigenlijk dat ik vier juristen op een rij zag die eigenlijk het allemaal met elkaar eens waren. Hoe creatief u ook durft te zijn hierin. Dus dat alleen al geeft toch wel een duidelijk beeld. Ik zag net heel duidelijk de heer Schilder nee schudden op het moment dat de heer Dubbelboer zei dat er beoogd was in de wet te voorzien. Maar als het was beoogd, dan had het eigenlijk in de wet geregeld moeten worden. Dus dat triggerde mij om toch te vragen of u daar nog op zou willen reflecteren. Dank u wel. Wie vervolgens? Ja, gaat u mevrouw de Burgkater. Dank u wel, voorzitter. En ook, ik sluit me aan natuurlijk bij de dank aan de heren, want het is toch een heel complex onderwerp. En dan is het mooi om van u zo helder uitgelegd te krijgen waar de haken en ogen zitten. En eigenlijk toch ook wel om meteen bij onze eerste vergadering uitgedaagd te worden om een beetje lef te tonen. Dat is een mooi begin van vier nieuwe jaren in de raad. Ik had nog een aanvullende vraag, want ik heb het idee dat dat de crux hem eigenlijk toch wel zit bij of kandidaten zichzelf wel of niet bekend mogen maken. Zijn er bijvoorbeeld voorbeelden uit het verleden waarbij dat gebeurd is of waarbij mensen misschien toch vervolgd zijn daarvoor? En u suggereerde ook dat we in een profiel met input van de Amsterdammers ook een bepaalde richting op zouden kunnen schrijven. Mag dat wel? Er is nu heel vaak gesproken over een vrouw die burgemeester zou kunnen worden. Mogen we zoiets opnemen in een profiel? Hoe zit dat juridisch? Dank u wel. Ik kijk, ga u. Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag die ik heb is je krijgt twee typen kandidaten. Hè? De kandidaten die zich hebben gemeld, publiekelijk. En dan heb je ook kandidaten die daar helemaal niet voor voelen. Een beetje ouderwets soort kandidaten die menen dat ze kunnen worden geschaad als ze het uiteindelijk niet worden. Hè? Hoe kijkt u aan, meneer Dubbelboer, tegen toch heel verschillende, nou niet behandeling, maar ervaring die deze twee type kandidaten zullen hebben? En of dat
ja, hoe dat in goede banen zou kunnen worden geleid. Dank u wel. Ik kijk... even in alle rust rond. Nou, zullen we in dezelfde volgorde antwoorden? Ja. Als dat voor u ook oké is. Ja, zeker, zeker, zeker. Eigenlijk denk ik, hoe gek het ook klinkt, maar dat er in het proces helemaal niet zoveel veranderd hoeft te worden. Er zitten namelijk, we hebben het als bijlage ook bij de brief gestuurd, zeg maar het stappenplan zoals op de website van de Rijksoverheid staat. Is even tussen, zou ik maar even zeggen, nou, wat gebeurt er? Er komt een sollicitatie straks, hè? Er komt een openbare sollicitatie. Het is ook heel grappig, in Nederland mag echt iedereen ook solliciteren op de functie, op deze publieke functie. We weten allemaal dat het gestuurd moet worden naar de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning, die maakt een shortlist. Dat is het moment, zeg maar, waarop ik denk dat het proces kan gaan beginnen. Dus mensen hebben gesolliciteerd, de commissaris van de Koning maakt een shortlist. In de profielschets, dus in mijn ideale verhaal, staat de oproep dat er een grote voorkeur wordt gegeven aan kandidaten die bereid zijn om zichzelf kenbaar te maken, omdat de Raad het van belang vindt dat de Amsterdammer mede een advies kan geven op wie de voorkeurskandidaat zou kunnen zijn. Want ik snap natuurlijk dat het geen bindend is, daarom is het ook geen burgemeestersreferendum, is het ook geen... moet je het echt even zien in de adviserende sfeer. Op dat moment, natuurlijk moet je, er is een moment waarop de commissaris van de Koning in overleg treedt met de vertrouwenscommissie en zegt van over de profielschets bijvoorbeeld al, dan zal dat natuurlijk aan de orde komen. De commissaris van de Koning, op het moment dat jullie als raad zeggen dat jullie dat, of de vertrouwenscommissie zegt dat er groot, groot belang wordt gehecht aan het zichzelf kenbaar maken, op dat moment weet de commissaris van de Koning dat hij met een shortlist moet komen, dat hij daar niet de mensen op moet zetten, is ook een beetje een antwoord al op de heer Van Schijndel, dat hij daar niet mensen op moet zetten die uitdrukkelijk hebben aangegeven dat ze volstrekt niet in de bekendheid willen komen. Dat ze het volstrekt achter de gesloten deuren afgehandeld willen zien. Kan dat een probleem opleveren of een dilemma opleveren voor jullie? Ja, natuurlijk. Als er een topkandidaat is die eigenlijk door jullie allemaal enorm gewenst is. Maar even terug, ik denk dat het dan een kwestie is van rugrecht houden en zeggen van nee, sorry, wij vinden het zo belangrijk. Dat criterium staat er niet voor niks in die profielschets. En daarom houden wij daar nu aan vast. In het proces zou dat passen zeg maar, tussen wat ik dan even noem stap 7 en stap 8. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente. Naar aanleiding van de shortlist. Ook nog even in de richting van de heer Van Schijndel. Stel dan dat de commissaris van de Koning zegt van nou, ik ben het helemaal niet met jullie eens. Dus ik kom met een shortlist met 5 namen. Van allemaal mensen die hebben gezegd van ik wil helemaal niet in de publiciteit treden. Kunnen jullie vragen als raad zeggen van nee, we willen de andere kandidaten ook zien. Wij willen ze nu allemaal zien en dan zelf een shortlist maken. Dat staat in het stappenplan en is in de wet voorzien. Vervolgens moeten jullie als gemeenteraad in geheimhouding in principe 2 kandidaten aanbevelen. Nou, en daarvoor afgaand is dan zeg maar dat publieke traject geweest waarin in onze visie in 4 bijeenkomsten de kandidaten zich hebben gezamenlijk hebben kunnen presenteren. Het hoeft niet een polariserend catfight te worden of wat voor gevecht te worden. Want ik denk dat iedereen wil dat de persoon van de burgemeester een verbindende figuur is. Dus het gaat om de visie van die persoon op de mate waarin die voor die uitdaging antwoorden formuleert. Ja, en nogmaals, de waarschuwing die hier gegeven wordt dat de minister dan kan ingrijpen in het proces op het moment dat zij denkt dat, dat de gemeentewet met voeten wordt getreden. Nou, ik zou die uitdaging wel aandurven, want nogmaals, in de gemeentewet staat niet dat personen zelf niet zich kenbaar mogen maken. Er staat niet dat jullie niet in de profielschets mogen zeggen dat jullie vinden dat Amsterdammers een bepaalde mate van invloed mogen hebben op wie de burgemeester wordt. En dat is ook een beetje in de richting van mevrouw ten Bruggekaten, hoewel dat eigenlijk meer een vraag voor haar was. Maar stel nou dat jullie allemaal unaniem zeggen, het moet een vrouw zijn. En dan gaan toch mannen solliciteren. Nou, dan denk ik dat jullie als raad geen knip voor de neus waard zijn als jullie tegen die mannen, als de commissaris van de Koningin komt, met 3 mannen en 2 vrouwen. Denk ik, zou ik zo zeggen. Afhankelijk van hoe belangrijk jullie dat vinden.
Ik ken geen voorbeelden van kandidaten die zichzelf bekend hebben gemaakt. Wel achteraf dat mensen zeggen, nou, ik heb ook gesolliciteerd. Nou, volgens mij is er nooit tot een vervolging geleid. Er is één, ik zeg trouwens fout, er is één kandidaat. Maar dat aarzel ik een beetje om te zeggen, want dat roept altijd weer de populistische neigingen op. Van ja, zie je wel, dat soort figuren krijg je dan. Hoewel hij het misschien helemaal niet slecht gedaan zou hebben. Maar Henk Westbroek heeft ooit in Utrecht moord en brand geschreeuwd omdat hij gesolliciteerd had. En dat er toen twee grijze PvdA'ers, met alle respect voor hen, door de gemeenteraad werden aanbevolen om in een referendum voor te leggen aan de bevolking. Nou, dat werd geen spannende verkiezing. En ik garandeer u dat het een stuk spannender was geweest als Henk Westbroek wel had meegedaan. Maar die man is nooit, Henk Westbroek is nooit opgepakt of wat dan ook. En het is ook raar, beste mensen, dat het geheimhouding zo groot is dat je ervoor vervolgd kan worden. Laten we alsjeblieft ophouden met deze onzin en laten we in elk geval de ruimte die er is gewoon oprekken. Maar goed, ik herhaal me. Nogmaals, de voordracht van de kroon, dat klopt. Hè, dus die CDK speelt een hele belangrijke rol, maar die speelt een belangrijke rol in interactie met die vertrouwenscommissie. Ja, en daar moeten jullie er naar mijn mening uit zien proberen te komen. Dat waren even mijn antwoorden, denk ik. Zeer veel dank. Professor Peters. In de eerste plaats, jammer dat we over die wettekst geen verschil van mening hebben. Want juristen die over het algemeen houden die van andere interpretaties of tegenstrijdige interpretaties van wetteksten, daar leven wij van. Dus, maar over deze tekst, ondanks dat er niet staat in heeft beoogd, die is toch wel erg duidelijk, moet ik zeggen. En daarom is er tussen ons, denk ik, geen interpretatieverschil, hoe jammer dat ook is. Ik ben het overigens met de heer Dubbelboer eens dat een kandidaat die zichzelf bekendmaakt, ja, die kan moeilijk vervolgd worden. Waarom mag een kandidaat zich niet bekendmaken? Neem bijvoorbeeld journalisten die natuurlijk voortdurend vragen aan kandidaat, en bent u kandidaat? Nou, dan zeker als serieus kandidaat zeggen ze, daar zeg ik niks over. Maar stel dat iemand zegt, nou ja, nu het zo vraagt, ik ben inderdaad kandidaat. Het zou heel bizar zijn als diegene vervolgd zou worden. Dus zover strekt die geheimhouding niet. Maar iets anders is de raad die oproept mensen om zich openbaar kandidaat te stellen. Dat is een totaal andere figuur natuurlijk dan dat iemand zelf zegt, ik solliciteer. En bovendien nog aangeeft, we hebben dan een voorkeur voor diegene die zich in het openbaar bekendmaken. Kijk, dat kan niet. De profiel kan wel zeggen, we hebben voorkeur voor een vrouw, of het moet iemand uit Den Haag zijn, of juist niet uit Den Haag. Al dat soort dingen. Of als u allemaal over de kandidaat eens bent, schrijf het profiel ernaartoe. Dat kan allemaal wel, maar niet degene die zich bekend maakt, heeft bij ons een voorkeur. En bovendien moet natuurlijk ook de commissaris van de Koningin in het complot worden meegenomen van de heer Dubbelboer. En het is zeer de vraag of de commissaris van de Koning dat zou willen. Hè, dat, ik neem aan, want hij reageert ook als rijksorgaan, treedt hij op. Dat is ook nog zo'n juridische variant. Dus hij treedt namens de minister op, bij wijze van spreken, dat hij dwars tegen de minister in zou gaan en mee zou doen aan dit spel of dit complot. Dank u, voorzitter. Het wordt steeds spannender. Dank u. Dank u wel. Professor Hemel. Dank u wel. Eerst even kort reageren op een paar dingen die gezegd zijn. Misschien zeggen mijn collega's daar straks ook daar iets over. Het gebeurt wel. En er zijn wel voorbeelden. Ik heb net nog even opgezocht en recentelijk nog in Den Bosch een raadslid dat bij de vertrouwenscommissie ging lekken en... Dan heb je grote problemen. Dat mag niet. Maar we zitten hier met een ander, althans een voorstel aan de tafel, wat van kandidaten zelf. Blijft een beetje in mijn hoofd spelen, maar ik zal niet te veel gas voor de voeten van mijn collega's willen wegmaaien. Zeker ook omdat een collega daar nog veel meer van weet over geheimhouding. Maar je krijgt wel een soort, wat ook al in de zaal werd gezegd, twee soorten kandidaten. En zit daar toch niet een mate van ongelijkheid in? Degene die zich bekend maakt heeft dan toch veel meer profiel dan degene die... niet dat risico wil lopen van afbreukrisico.
Dat is een beetje een punt. Ik wil toch even proberen hier iets vanavond. En ik hou altijd erg out of the box denken. Dus al zittende, en ik had het ook een beetje in de voorbespreking, maar ik ga toch eens even kijken bij mijn collega's en misschien bij u. En dit is het randje opzoeken van de wet, maar af en toe moet je. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat niet in de weg staat om een referendum te houden over de profielschets. En die kunt u, redelijk... ingang kleuren. En dat is een beetje op randje, hoor, zeg ik eerlijk. Want 61b uit mijn hoofd, althans de tweede lid daar zegt van... Hè, een consultatie met de commissaris en het college. En daar wordt niet gezegd de burgerij. Maar hè, dat wordt algemeen geaccepteerd. Het profielschets is toch iets waar je de burgerij over kan horen. Wat nou als u een profielschets opstelt... Ja, met een bepaalde signatuur van een kandidaat. Of misschien nog interessanter. Hè, u kunt dan het voorstel doen zoals in uw verordening geschreven. Bent u voor of tegen deze profielschets? Maar daar heb je niet zoveel aan. Een nog interessantere variant zou kunnen zijn. Maak eens verschillende profielschetsen en leg die eens voor aan het Amsterdamse volk. En kijk eens wat er dan gebeurt. Dan zult u uw verordening moeten aanpassen. Want hè, het is ja of nee. Dan moet u zeggen van welke profielschets zou dat kunnen zijn. Ik nogmaals... Dit is op het randje wat ik waarschijnlijk voorstel. Maar ik zou mijn collega's hier toch wel eens willen horen op dit punt. Dus misschien even een nieuw duit in het zakje doen en niet altijd nee zeggen. Maar u vroeg creatief nadenken bij deze. Professor Mulleke. Maar je kan ook overdrijven. Ja, kijk, juristen die zitten op een heel ander soort creativiteit. Dus wij zijn dan bezig met de vraag, ja, is een kandidaat die zichzelf bekend maakt nou een geheimhoudingsplicht aan het schenden als die voor een ieder geldt of niet? Dat is wel het gedoe waarvan u zegt, waarom doen ze dat? En dan ben ik wel met collega Peters eens, hoor. Ik denk dat de grens daar, een soort natuurlijke grens van de geheimhouding wel ligt, dat als een kandidaat met vrijheid van meningsuiting over zichzelf wil praten, dat we natuurlijk daar niet de geheimhoudingsplicht schenden. Maar daar zit ook niet het grootste probleem. Ik heb al eerder gezegd, het probleem zit hem in het feit dat je daar als gemeentelijk orgaan A niet op mag preluderen. Het is een beetje onaardig wat ik nu ga zeggen. Maar als je rechtenstudenten opleidt, dan beginnen ze met het heel letterlijk lezen van artikeltjes, stuk voor stuk. En dat nemen ze dan heel serieus en letterlijk. En dat kan je doen, maar op een gegeven moment blijkt dat die regeltjes ook een systeem vormen. En dat daar dus een gedachte achter zit die als het ware de uitleg van die losse regeltjes bepaalt. En dat is hier ook het geval als we het hebben over de geheimhouding van het systeem. Dat systeem dat beschermt de vertrouwelijkheid en het werk van die sollicitatiecommissie, de vertrouwenscommissie. En daarmee natuurlijk ook de kandidaten die wel of niet, dat zei ik eerder al, bereid zijn om hun naam bekend te maken. En dat die geheimhouding zit in dat systeem. En dat betekent dat je ook niet in de voorfase beslissingen mag nemen de vertrouwelijkheid van dat systeem als zodanig aantasten. Daar moeten we dat iets ruimer zien dan alleen maar het letterlijke artikeltje, 61 lid 3 lezen, of wat 2. Dus ik denk dat belangrijk is om te zeggen. Maar het tweede, en dat is misschien een nog belangrijker punt, we hebben het nu specifiek over de geheimhouding, maar als ook nog dat andere argument geldt, de wet is uitputtend op het onderwerp burgemeestersbenoeming als zodanig. Je mag als gemeenteraad niet je eigen regels daarover maken. Niet alleen over geheimhouding niet, maar überhaupt niet. Dat is het dreigende citaat dat collega Schilder zojuist voorlas. Ja, dan zitten we natuurlijk met een veel groter probleem op dat punt. Dan worden u namelijk alle middelen op dat punt uit handen geslagen. En dan is eigenlijk de enige vraag nog, wanneer begint die procedure? Met welke stap is dat? Is dat al de profielschets? Want dan heeft collega Nemelman een probleem. Of is dat op het moment dat de profielschets er is? En aan het eind, ja, dan is het natuurlijk te laat, dat de procedure eindigt op het moment dat de burgemeester benoemd is. En ja, dan kunnen we met z'n allen weer een soort van wantrouwen uitspreken. Maar daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Dus ik denk het grootste probleem is niet de geheimhouding, kan de persoon zichzelf bekendmaken. Maar A, je kan er als gemeenteorgaan vervolgens niks mee. En B, de uitspraak dat de gemeentewet zich überhaupt verzet tegen het maken van aanvullende regels over benoemingsprocedure. Dank u wel, professor Schilder. Over die uitputtendheid, hoe dat precies zit. Nou, we kennen op zelf daar wel voorbeelden van. Nog niet zo heel erg lang geleden hadden wij in Nederland een soort algemeen boordeelverbod. In 1999, ik heb nog even opgezocht,
is het afgeschaft. Hè, toen is het verbod uit het wetboek van strafrecht gehaald. Dan zou je kunnen denken, van, nou ja, kijk, als dat niet meer geregeld is, dan mogen gemeenteraden voortaan dus zelf in hun eigen gemeente regels maken over prostitutie. En eventueel zelf ook weer zo'n bordeelverbod gaan invoeren. Nou, destijds, net zoals bij deze met afschaffing van het referendum, is het ook toen in de memorie van toelichting gezegd dat het niet de bedoeling is. Dat er geen ruimte meer is voor de gemeenteraden. Maar nergens vind je dat in de wetstekst terug. Dus nergens vind je in de wetstekst terug dat gemeenteraden niet nieuwe regels zouden mogen maken. Nou, wat er vervolgens gebeurd is, dat in een aantal Veluwse gemeenten gemeentebesturen toch dachten, van, nou, we willen helemaal geen prostitutie in onze gemeente. Dus we gaan gewoon een nieuwe regeling maken. Daarin gaan we dat verbieden. En er staat niks over in het wetboek van strafrecht. Dus die redenering eigenlijk, hè, dat is dus niet zwart op wit verboden. We gaan het gewoon doen. Nou, daar heeft de afdeling bestuursrechtspraak echt het korte metten mee gemaakt. Die heeft gezegd, van, ja, let op de wetsgeschiedenis en de bedoeling van de wetgever om dat bordeelverbod af te schaffen. Dan mag het niet zo zijn dat sommige gemeentes vanuit ethische motieven, religieuze motieven, alsnog dat gaan invoeren. Nou, die redenering, dat is de bedoeling van de wetgever, ook al zie je die niet zwart op wit in de tekst terug, die gaat ook hier. Het is volstrekt duidelijk hoe de gemeentewet geïnterpreteerd moet worden en hoe die intrekking van een referendum geïnterpreteerd moet worden. Dus dat even als antwoord op die vraag over het uitputtendheid, hoe je dat moet uitleggen. Ja, laten we dat maar doen en dan ga ik terug naar u. Nee, dat gaan we. Nee. Nou ja, een beetje het evenwicht, hè? Nee, ja, nee, dat snap ik wel. Ja. Dat snap ik. Maar dat evenwicht, woef, daar nou. ja, ik zit even terug naar het beeld waar ik helemaal mee begon. Dat dit de stad is van de co-creatie. Dat dit de stad is van jongens van betrokkenheid en van zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plekken. Zeker als ze dat willen, medezeggenschap te geven over de ontwikkelingen die we in de stad willen met z'n allen. Ik noemde de term co-creatie al, interactief beleid, co-productie. Het vliegt je allemaal om de oren. Nogmaals, ik vind het bordeelverbod of het opheffen van het bordeelverbod vind ik echt wat anders dan het proces waarin je mensen vraagt om te solliciteren. Hè, want dat gebeurt allemaal in zijn openbaarheid. Mensen vragen solliciteren naar de mooiste baan van de wereld. Ik begrijp ook niet waarom je al voor de zomer weg wilt, burgemeester. Maar dat is een ander punt. En dat eervolle, hè? Dat er ook helemaal niets. Ik snap niet eens waarom het geheim moet zijn, om het maar even zo te zeggen. En dat er dan zoveel zwaarte op wordt gelegd. En ook door de minister een brief komt, notabene, naar Amsterdam. Van u hebt geen autonome ruimte om uw bevolking hier op de een of andere manier een plek te geven. Dat kan niet waar zijn. En dat moeten u als raad ook niet accepteren. Nou, dat wil ik nog even gezegd hebben. Heel mooi. Wie? Mag ik? Ja, mevrouw Simons. Neemt u mij niet kwalijk. Ik heb natuurlijk niet het hele proces van meet af aan kunnen meemaken, volgen. Net als u ben ik een groot voorstander van in eerste instantie creatie, maar co-creatie is natuurlijk nog veel leuker. Ik ben ook met u eens dat in een stad als Amsterdam het eigenlijk iets wat meer vanzelfsprekend zou moeten zijn dat burgers inspraak hebben bij een ambt dat ook zo door burgers gedragen wordt. Wat mij nog steeds helaas niet duidelijk is, meneer Dubbelboer, is waar zit precies de bepalende factor voor de burger? Waar zit die co-creatie? Waar zit die invloed nou precies? Het blijft nog steeds een zaak, als ik u goed begrijp, van het college, van de vertrouwenscommissie. Op welke manier kan ik als burger aan het eind van het door u voorgestelde traject het gevoel hebben dat ik ook echt inspraak heb gehad? Ja, de heer Van Schijn. Dank u, voorzitter. Ja, even over die uitputtendheid waar het al zo vaak over ging. Hè? Het systeem van de wet, de strekking, de bedoeling van de wetgever. Ik meen dat u, de heer Schilder ook aanhaalde passages uit de memorie van toelichting. Maar het staat gewoon niet in de wettekst dat het zich laten adviseren
over kandidaten die daar geen bezwaar tegen hebben door de bevolking. Hè? Dat de vertrouwenscommissie of de gemeente dat wil of doet, organiseert. Nee, dat staat er niet, dat dat niet kan. U moet dus van hele goede huizen komen om die absolute, onvoorwaardelijke, alomvattende uitputtendheid staande te houden. Ik wil u dan twee punten meegeven om daarop even te reflecteren. Die gemeentewet is nog niet zo oud. En er is toen veel gesproken over dat er ook ruimte moet zijn voor of een taak van de regering om decentralisatie te bevorderen. Daar zijn bepalingen over opgenomen. Je kan zeggen dat de huidige gemeentewet juist doortrokken is van een doordesend is van een besef dat decentralisatie goed is. En dan het tweede punt daarbij te betrekken. Namelijk dat er verschillen zijn tussen gemeentes. De ene gemeente is de andere gemeente niet. Hè? Ik hou niet zo van dat op de borst klopperij van Amsterdam loopt weer voorop enzovoort enzovoort. Maar het is wel zo dat wat de groep van de heer Dubbelboer voorstaat, in deze stad wel zou kunnen werken, terwijl het misschien in Appelscha niet zou werken. Dus misschien dat de hoogleraren staatsrecht, stuk voor stuk, ik had toch een wat meer divers juridisch publiek, of publiek, deskundigen hier eigenlijk wel verwacht. Ik had eigenlijk ook verwacht dat de heer Dubbelboer zijn advocaat, de heer Van der Ginten, had meegenomen. Waarom is die hier niet? Dus deze ideeën geef ik de heer Dubbelboer en de hoogleraar staatsrecht even mee. En ik hoop dat zij op vooral die punten van decentralisatie en differentiatie tussen gemeentes ook kunnen reageren. Dank u wel. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag bedoeld voor de heer Dubbelboer, want u gaf in uw beantwoordingsronde eerlijk toe dat er een interessant dilemma zit, of eigenlijk een heel belangrijk dilemma zit aan uw voorstel. Want u zegt, stel dat wij als gemeenteraden, als gekozen volksvertegenwoordigers heel bij elkaar, toch in een profielschets opnemen dat de kandidaat zich kenbaar moet maken. En er komt een topkandidaat, noemde die, een top meneer of een vrouw, die alles in huis heeft waar wij van dromen. Hè? Dus kennis, ervaring, hè, aansprekendheid. Toen zei u heel snel tussen neus en lippen door, ja, dan zou u die dan toch moeten passeren. Want hij stemt dan niet in met, dus stel dat die topkandidaat ook zegt, nee, ik wil me niet bekendmaken. Dan zou u dat toch moeten laten passeren, want u heeft nu eenmaal, en dan vraag ik me af, als we hier kwaliteit en ervaring nastreven en we krijgen die droomkandidaat, waarvoor moeten we die dan laten passeren? Ten behoeve van wat? Want dat wordt me nog niet helemaal duidelijk uit uw verhaal. Wie van u? Ja, gaat uw gang. Ja, zeker. Dank u wel. Ik heb nog een vraag aan de hoogleraren. Of u zou kunnen uitleggen wat de gevolgen zijn op het moment dat wij toch op z'n Amsterdams doorzetten. Op het moment wat daarvan dan staatsrechtelijk, misschien ook strafrechtelijk de gevolgen zouden zijn. Of misschien ook voor het proces en het tijdvak. Misschien zou ik daar wat meer over kunnen vertellen. Dank u wel. Wie van u mag ik nog het woord geven? Nou, dan gaan we nu naar professor. Zullen we nu eens naar professor Peters, de professoren eerst? Gesproken. In 2008, tot 2008 was het mogelijk om een raadplegend referendum te houden over de kandidaten. En daar is een eind aan gekomen. En ondanks alle decentralisatie heeft de regering burgemeestersbenoemingen eigenlijk formeel altijd nog aan zich gehouden. He, dus de wet is er door deze, de grondwet kent nog steeds de benoeming van de burgemeester. En of we daar vanaf komen, dat moeten we maar zien.
de komende jaren. Dus wat dat betreft over dat punt. Over die procedure. Nou, ik denk dat er dan wel een verzoek komt aan uw huidige voorzitter om langer aan te blijven. Want dan wordt de procedure... Ik denk dat er inderdaad een vernietigingsbesluit zal vallen over het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad. En dat betekent dat voorlopig er geen procedure gestart kan worden dan over een nieuwe kandidaat. Dus dat is een ramkoers die men dan vaart. En dan men voorlopig dan zonder nieuwe burgemeester komt te zitten. Dat is denk ik het gevolg ervan. Leuk voor D66. Dank u wel. Een paar dingen. Over wat betreft decentralisatiebeginsel. Ik ben er heel erg voor. Alleen we leven in een eenheidsstaat en dan geldt decentraal wat kan en centraal wat moet. Hè. Dat bepaalt uiteindelijk de formele wetgeving. We leven niet in een federatie waar, hè, zoals in de Bondsrepubliek of in Amerika, waar bepaalde delen althans meer autonomie krijgen. Ja, uiteindelijk is het centrale gezag hier wat bepaalt. En op dit punt, dat heeft de heer Schilder ook al aangegeven, ja, is hier weinig mogelijkheid toe gelet op de wettekst die daar ligt. Ik vind het wel een interessant punt wat u noemt, maar dat is ook toekomstmuziek. De ene gemeente is de andere niet. Dat is, ik ben zelf lid geweest van de Raad voor het Openbaar Bestuur. En dat is precies wat we daar zeiden vorig jaar. Hè. Begin bij het begin. Kijk eens ook naar differentiatie. Moet het niet bij de raad zelf liggen of je een volksraadpleging laat plaatsvinden dan wel dat de raad het zelf doet. Dat zijn allemaal. Maar nogmaals, dat is toekomstmuziek. Daar zijn we nog niet. Er zijn andere landen die dat stelsel wel gebruiken. Waarbij, nou ja, in Duitsland kent men dat model, in Groot-Brittannië, grote steden mogen dan een referenda invoeren. Maar nogmaals, daar zijn we niet. We zitten met een toch wel dwingende wettekst. Ik blijf met het punt zitten, ik roep het nog één keer, maar het werd kennelijk niet opgepikt. En Munneke gaf daar een voorzet toe. Een referendum over die profielschets, ik wil het niet uitlokken hoor, maar daar zit iets. En even op te reageren. Ik heb hier de handreiking burgemeesters. En die is uitgegeven door 2016 door de minister van, of de ministerie van Binnenlandse Zaken. En als je nou een black letter lawyer bent, zeg je, ja, dat kan helemaal niet. Eigenlijk wat hier ook niet staat. Want die profielschets staat, met wie maak je die dan? Nou, met de commissaris en in overleg met het college. Dat moet u dus doen. Maar daar, iets burgerparticipatie. Er wordt wel uitdrukkelijk in die handreiking gezegd. Nee, het verzamelen van individuele input van inwoners, dat kan. Via enquêtes, ophalen van mini-profielschetsen. Het verzamelen van individuele input van specialisten. Dat kan allemaal. Dus daar is die wet niet helemaal. Het kan zo zijn dat een, en daar komen we bij de procedure, dat een strikte minister... U wel bekend, ik weet niet op welke kleur ze daar zal bekennen. Dat zal natuurlijk ook in de ministerraad worden besproken, van welke lijn ze hier kiezen. Maar ik denk omdat het, maar dit is inschatting, ik ga nu van het juridische weggeven. Het is zo'n hoogsensitief iets waar we vanavond hier mee bezig zijn, althans in de bestuurlijke organisatie, u weet dat ook. De Eerste Kamer worstelt hier ook straks mee, wat we ermee gaan doen, deconstitutionalisering en wat dan het vervolg zal zijn. Dat men hier nog, volgens nog, denk ik, geen enkel risico zal willen nemen. Dat is wel waar ik u op moet waarschuwen. En dus een vernietigingsbesluit, zoals collega Peters voorstelt, ja, dan had u ook de pers en dan had u ook de krant. Maar dat, ik weet niet of u dat wil per se. En dan is er misschien nog wel veel meer schade ook ontstaan voor de kandidaten en misschien wel de droomkandidaat die u had willen hebben. Maar goed, ik leg nog steeds even de handschoen op over dat eerste, helemaal aan het begin. Daar zit iets van muziek, maar nogmaals, ik laat het bij u om daar iets mee te doen. Dank u wel, professor Mil. Eén opmerking dan over uitputtendheid, omdat het steeds weer terugkeert. De gemeentewet is de hogere regeling. Daar moeten we maar even van uitgaan. Dan is de vraag in hoeverre mag ik nou met mijn eigen gemeenteraad aanvullend nog regels over maken. Nou, daar zegt de gemeentewet ook iets over, die regelt dat. Die zegt, in principe mag dat wel als het maar niet in strijd is met de wet. En wanneer is het in strijd met de wet? Eigenlijk in twee situaties, als je er dwars doorheen gaat, dus iets tegenstelt regelt aan wat in de wet staat. Of, en dat is een vaste lijn al sinds, weet ik veel, 1900, 1850. In de tweede plaats, het mag ook niet als de wet het uitputtend regelt. Als hij dus zegt, dit punt mag u niet aanvullen. Dat regelt de tekst van de wet dan niet zelf. Ja, soms wel, meestal niet. En dat moet je dan afleiden uit de uitleg die de regering daaraan heeft gegeven, de wetgever, de wetsgeschiedenis, het systeem van de wet. Er zijn allerlei manieren om dat te doen. En in dit geval hebben we een heel duidelijke uitspraak uit 2008... waarin de wetgever dat onweersproken ook heeft gezegd.
En dat is zo duidelijk dat we kunnen zeggen, nou ja, op dit punt is de wet dus uitputtend en houdt het voor de gemeenteraad op. Als het gaat over decentralisatie en differentiatie, ja, dat is allemaal waar en ook heel belangrijk. Maar ook dat speelt zich af, net als co-creatie, binnen de grenzen die de gemeentewet op dit punt biedt. Wil je daar dingen in veranderen, ja, dan is de volgorde eerst de wet veranderen en dan aan de slag als gemeente om te differentiëren en wat ook. En die wet is op dit punt niet veranderd en glashelder. Ja, gevolg voor als u toch doorzet, ja, dan krijgt u een vernietigingsbesluit. Dat ben ik met collega Peters eens. En u krijgt een hoop media-aandacht. Dat ben ik met collega Nemelman eens. En hoe lang ik erover nadenk, maar ik ben duidelijk de minst creatieve van het stel. Dat geef ik meteen toe. Op het moment dat we zeggen dat de procedure niet aangevuld mag worden met eigen regels, dan begint die procedure daar waar de wet de procedure begint te regelen. En dat is bij de profielschets. Dus ik vind het prima als u meningen peilt over wat er in die profielschets zou moeten staan. Maar op het moment dat u daar met een eigen verordening aanvullende regels gaat maken, dan vindt deze black letter lawyer dat u al in strijd met de gemeentewet handelt. Dank u wel. Professor. Ja, tot slot nog even. De memorie van toelichting erbij gehaald. En dat gaat ook in op dat aspect van die decentralisatie. De regering is zich bewust van het feit dat opeens dus gemeentes minder te vertellen kregen door de afschaffing van het referendum. Maar dan zegt de regering letterlijk, dat laat onverlet dat door de grote invloed van de raad in de benoemingsprocedure de kroonbenoeming in verregaande mate is gedemocratiseerd. Dat was vroeger tenslotte niet het geval. Het is met andere woorden via de representatieve democratie dat de burger invloed heeft op de burgemeesterbenoeming. En wat die profielschets betreft, zegt de regering dan, veel gemeenteraden consulteren bovendien de lokale bevolking over de profielschets van de nieuw te benoemen burgemeester. Dus dat is exact datgene wat de regering voor mogelijk houdt van, ja, misschien geen decentralisatie, maar het is een kroonbenoeming. Dat is het uitgangspunt nog steeds. En via deze manier is er nog enige democratische invloed mogelijk. Maar dat is precies de ruimte die er ook maximaal is. Dank u wel. Ja, eerst even een heel praktische vraag van mevrouw Simons. Er zijn eigenlijk twee momenten, denk ik, waarop het betekenisvol kan zijn. Dat vind ik een belangrijk woord voor de betrokkenheid van Amsterdammers. Ik denk dat het is op het moment dat de kandidaten zich presenteren en dat er een discussie ontstaat en dat er in de publieke opinie voor- en tegenstanders zich zullen melden, zodat er een publieke discussie ontstaat over de kandidaten. Dat is gewoon betekenisvol, omdat dat hoort bij het maatschappelijke en democratische functioneren van een stad. En het tweede moment is, en excuus dat ik dat niet goed heb uitgelegd, maar dat zit hem in dat in onze beleving, of onze ideaal, de gemeente een proces organiseert waarin ze alle kiesgerechtigde Amsterdammers op een gegeven moment een brief stuurt en zegt van, nou, er zijn hier 4, 5 kandidaten, hè, waarvan wij denken dat die allemaal geschikt zijn om in principe burgemeester te kunnen zijn van Amsterdam. Even in een tussenzin antwoord aan u. Ik geloof absoluut niet in 1 droomkandidaat. Ik geloof al in 5 droomkandidaten. Ik geloof niet dat er maar 1 topkandidaat is voor Amsterdam. Kan ik me niet voorstellen. Haakje sluiten. En dat, zeg maar, op het moment dat het toch inderdaad niet zou mogen, hè, want ik wil nog een beetje in de richting van de staatsrechtdeskundige gaan, dat je ook kunt zeggen op die brief met een persoonlijke code, hè, voor elke Amsterdammer die kiesgerechtigd is, die kan die brief terugsturen, maar kan ook online gaan en die code intypen. Die kan die namen invullen. Die kan gewoon zelf namen invullen van kandidaten die zichzelf bekend hebben gemaakt. Ter afsluiting, denk ik, burgemeester, als het mag. Gaandeweg het systeem. Kijk, er is wel iets interessants aan de hand in de samenleving, wat ik helemaal in het begin ook al schetste. Maar dat gaat nog een beetje verder dan dat, zeg maar, we kunnen de betrokkenheid van Amsterdammers ook op een andere manier vormgeven. Zonder de politiek, zonder de gemeenteraad. The wisdom of the crowds, de mensen in de stad zelf, de journalisten, de burgerjournalisten, kunnen op zoek gaan naar wie kandidaat is. Kunnen gewoon familieleden, vrienden, kunnen alles en iedereen uitpluizen. We kunnen actie starten om van laten we uitpluizen wie gesolliciteerd heeft. En dan organiseren we het zelf. Gewoon zonder hulp van de gemeente. Dan gaan we in kroegen stembureaus openen. En dan gaan we daar vragen aan mensen wie zij vinden van wat wij naar boven hebben gehaald, van wie de kandidaten zijn. Op die manier vragen welke kandidaten de meeste draagvlak hebben.
Dat kan ook. Hack the system. Prachtig principe. Lichtelijk anarchistisch. Past zeer goed bij Amsterdam. En ik ga met mijn comité ons daarover beraden of wij dat niet gewoon gaan doen. En dan ook natuurlijk een oproep aan de mensen die gesolliciteerd hebben, topkandidaten en al, om zich in dat proces dan ook publiekelijk bekend te maken. En dan hebben we gewoon een bottom-up, democratisch, levend, levende dynamiek. En dan kan de minister met haar wet kijken wat ze wil vernietigen. Maar jullie als raad zijn clean en wij als burgers kunnen nooit vernietigd worden. Dank u wel. Ik neem aan dat we hierbij de beraadslaging kunnen sluiten, tenzij er toch nog iets overblijft waarvan u denkt dat is me nou nog niet helder. Dat is kennelijk niet het geval. Ik zou u, de heer Dubbelboer, de hoogleraren, enorm willen bedanken. De raad heeft dat ook al gedaan, althans de leden die zich daarover uitspraken, dat u hier vanavond wilde komen om uw visie te geven op dit vraagstuk. Naar aanleiding van de motie van de raad die in de vorige raad was ingediend. Zeer veel dank daarvoor namens de gehele raad.